Is er echt, nog mogelijk geweest om in dit afgelopen jaar op te schalen? Dat is het plan, toch? Nou ja, het plan, we hebben alles wat de mogelijkheden hebben. Dus het ministerie heeft ons geholpen om te zorgen dat we voldoende apparatuur hebben. Dus om dat op te schalen. Wat je niet lukt, is verpleegkundigen in zo'n korte tijd het IC-vak te leren. Of mensen die verpleegkundigen willen worden, dat duurt nog langer. Zijn er wel nu heel veel mensen mee bezig? Want we hebben het hier natuurlijk eerder over gehad. Zijn er een soort van wervingscampagnes nu? Wat gebeurt er zodat wij weten er komt misschien meer aan? Of zegt u, wacht daar niet op? We hebben absoluut veel aandacht gekregen en dan hoop je dat dat een stimulans is voor jonge mensen. Maar we hebben ook nog wel wat slagen te maken over de professionalisering van het verpleegkundig vakgebied. En daar waren we ook al mee bezig. Hè. Voor de COVID waren er al grote gesprekken. Er gingen al dingen mis in die regieverpleegkundige discussie. Ja, en dat is nu met de COVID niet beter geworden. Mm. Dus ja, daar hebben we echt een inhaalslag te maken met elkaar. Volgens Rutte is de virus in zicht. Ziet u dat ook zo? Ja, dat valt of staat met de vaccinatie.